In deze instructie leg ik kort uit hoe je het drieslagmodel in de rekenles kunt gebruiken. Het drieslagmodel is een rekenmodel zoals die in het ERWD is beschreven. We doen dit aan de hand van een rekenvoorbeeld. De opgaven staan hier naast het model. Als eerste moet de leerling kijken naar de context. Hij moet de benodigde gegevens uit het verhaal halen. Alle rood gedrukte woorden zijn woorden die iets met rekenen te maken kunnen hebben. Iedere ochtend 300 meter, een kwartier, 2 kilometer, 5 kilometer per uur. De leerling moet aan al deze woorden en getallen betekenis kunnen geven om een opgave te kunnen plannen. Er wordt gevraagd naar de snelheid, dus moet de leerling in de context op zoek naar de woorden die hiermee te maken hebben. In de tekst wordt letterlijk gesproken over een snelheid van 5 km per uur. Hier kan de leerling mee aan het plannen. Hij moet een bewerking plannen waarin hij gaat rekenen met kilometer per uur en meter per seconde. De basis van zijn berekening is de omrekening van 5 km per uur die in de tekst vermeld staat. Hij heeft geleerd dat je voor omrekenen van kilometer per uur naar kilometer per seconde met 3,6 moet rekenen. Dus hij komt hier tot een bewerking. Het uitvoeren van de bewerking levert over het algemeen weinig problemen op. 5 keer 3,6 is 18 meter per seconde. Nu moet de leerling gaan reflecteren. Hij moet bepalen of het antwoord dat hij gegeven heeft wel past bij de vraag die is gesteld. Ook moet hij bepalen of het antwoord logisch is. Hij kan bijvoorbeeld de seconden gaan tellen. 21, 22, 23 en in zijn hoofd bedenken dat hij bij iedere tel 18 meter aflegt. Bijna alle leerlingen zullen, als ze hier serieus over nadenken, tot de conclusie komen dat dit niet kan. Hij komt dus tot de conclusie dat hij een andere berekening moet uitvoeren. Het was niet vermenigvuldigen met 3,6, maar delen door 3,6. Met zijn nieuwe berekening komt hij tot 1,39 meter per seconde. Ook dit antwoord gaat hij weer reflecteren, desnoods door daadwerkelijk een paar seconden te lopen. 21, 22, 23. Hij komt nu tot de conclusie dat zijn antwoord wel realistisch is, dus goed kan zijn. Het is geen garantie voor een goed antwoord, maar hij haalt er wel een aantal fouten uit. Neem dus met de leerlingen iedere stap van het drieslagmodel door. Laat hem de gegevens uit de context halen, zorg voor een goede uitvoering en reflecteer altijd de oplossing terug naar de context.